Ik nog alternatief winkelen, of zoiets. Ik heb net niet aangebeld op het kantoor. Misschien is ik bij jullie langs geweest. Ik was er niet. Ik kwam mij opzoeken. Kwam mij opzoeken. Klopt, ja. Je liefje kwam langs. Je bent er op los gegaan, hè? Zomaar. In het wilde weg. Als ze bij de groene horen, dan zijn er nog geen hoeren. Ik weet al wat jij gedaan hebt. Smerig Ossies wijn. Jij hebt er een fles cognac in de slot gegoten. Toen heb je er gewoon verkracht. Geef me toe. Volgens mij wou ze wel eens weten hoe een proletariër het doet. En heeft ze me daarom zitten versieren. En jij was er niet. Nee, stop maar. Ik vind het nog niet goed, hoor, dit. Kan ik het helpen? Nee, ik geef jou de schuld ook niet. Komt ook niet goed. Net zo goed mijn eigen geklooi. Het is nogal een daad. Het is de eerste keer dat hij echt door gaat vragen aan Hein. Daar zit hij al een dag en een nacht mee misschien met dit probleem. Ja. Oh, maar dat is dan... Nogal een brok agressie. Ja. Op af, ze moet er nog blijven staan. Wat valser wordt. Ja. Zullen we nog eens doen? Ja. Ik vroeg of ze wat wou. En ze wou wat. Vanzelf. Wat wou ze? Klap voor de kont. Even Elfries sparken. Je bent erop losgegaan, hè? Zomaar in het wilde weg. Als ze bij de groene horen, dan zijn er nog geen hoeren. Ik weet of wat jij gedaan hebt. Smerig Ossies wijn. Je hebt er een fles cognac in de slot gegoten. En toen heb je er gewoon verkracht. Geef ze maar toe! Volgens mij wou ze wel eens weten hoe een proletariër dat doet. Dan heeft ze me daarom zitten versieren. En jij was er niet. Ja. Oké, ja, dat is heel goed. Je trekt het echt volledig open. En ik vind die toon ook veel beter, Adrie. Dat geloof ik het veel meer. Ossietown is een stad. Welke? Ossietown ligt in Oost-Friesland. Welke stad het in Oost-Friesland is, daar zijn we nog niet helemaal achter. Het is een nogal verlaten streek. En volgens de Duitsers is het een totaal verkommerd achtergebleven gebied daar. En daar speelt het stuk zich af. En dat is ook wel te merken aan de mensen die erin zitten. Het zijn echt wel diehards, geloof ik dat je dat kan noemen. Van die mensen die, ja, snoeihard zijn. En het leven ook als snoeihard ervaren en snoeihard reageren ook op het leven. Wat trekt jou? Ja. Snoeihard zijn. Er zijn drie monumenten, die drie figuren die daarin spelen. Het is een arbeider, het is een vrouw en het is een intellectueel. Die confrontatie van die drie figuren met hun eigen wereldbeelden, hun eigen visies, die ze consequent vasthouden, tegen wil en dank, echt consequent vasthouden tot aan het eind. En daar dus voor vechten. En dat gevecht maakt zo'n stuk heel interessant. A. De nieuwe chauffeur. Ook goeiedag. Mijn achtenswaardige naam is Jan Meijer. Duitsers zijn zwijnen. Meteen toen ik mijn eerste schreden op de arbeidsmarkt zette, werd me dat duidelijk. Het hoogste wat je als Duitser kunt bereiken is geen zwijn worden. Geschrift dus. Jullie spelen op de vierkante centimeter. Ja. Het is maar een klein podium. Ja. Dus heb je af en toe niet de behoefte juist aan meer ruimte? Nou, er is zoveel ruimte achter ons. Je kan echt... Ja, nee. De decor, wat als we hier spreken over decor, dan zie je zoveel ruimte achter je. En hoe gebalder wij spelen, die confrontatie met de ruimte die daarachter zit, ja, dat vind ik een mooie... Een mooie discrepantie, een harmonie die niet klopt. Ja, dat vind ik helemaal. Deze locatie past zo ontzettend goed op het stuk en maakt het stuk zoveel mooier dan als je dit in een theater zou doen. Dat zou niet passen. Het theater zou te klein zijn zelfs, denk ik. Als je dit, noem eens een groot theater, in Carré, ja, dat is wel groot. Nou, ik denk dat je dit stuk daar niet zou kunnen spelen, omdat het theater te klein zou zijn. Terwijl het hier piepklein is. Ja, dat vind ik niet. Ik vind hier, het is het grootste decor waar ik ooit in heb gestaan.
Blijf lachen met die vrouw. Die laatste lach, die ligt pas blauw. Die Carine Maria Anjeta Kust. Die? Moet Hein heten. Moet je groot ophoofd stinkende sok die dijk eraf zien rennen. Elke dag 10 kilometer en dan ijskoud als een beest een keer gaan. Ja, dat kan. Ja, die kerel is knetter. Hij heeft mijn lam geslagen meteen de eerste avond. Oh, daar viel je op. Daar viel je op. Op mijn bek ben ik gegaan. Die kerel deugt niet, ruikt je op een mijl afstand. Jij had zomaar in elkaar. Zo'n ossieprins aan de haak geslagen, niet? Zijn vingerafdrukken staan wel overal geregistreerd, maar ja. Lokt je binnen in je eigen sprookjeskasteel, melkt je leeg als een roodbonte koe, kleed je helemaal uit tot je met huid en haar bent overgeleverd aan de firma Tuinaarde en Co. En nu? En nu? Baby Waterkoel, dacht jij dat ik met zo'n halve gare rond bleef jakkeren? Iemand die nadenken iets voor niks te vinden, die op de groene stemmen verder niks klaar krijgen?